De aarde. Steeds duidelijker wordt dat de mensheid door alle productie en consumptie te vervuilend bezig is. De textielindustrie is wereldwijd een grote vervuiler. Een aantal stoffen die nodig zijn voor de productie zijn schadelijk en hebben veel impact op werknemers en de omliggende natuur. Daarnaast is het zo dat minder dan 1% van al het geproduceerde textiel wordt gerecycled. De schatting is dat jaarlijks 500.000 ton aan microplastics in de oceanen belandt door het wassen van kleding. En de komende jaren zal voor de productie van textiel nog 3 keer zoveel aardolie nodig zijn. Dat betekent een nog grotere vervuiling. Een aanslag op natuur, mens en dier. Tijd dus om hier iets aan te doen. In het Interreg-project 100% biobased, puur natuur hebben een aantal belangrijke partijen de handen ineengeslagen om een manier te vinden om een volledig biobased textielproduct te ontwikkelen. We richten ons hierbij op verschillende onderdelen en processen binnen de ontwikkeling van een textiel. Dat betekent een biobased vezel, kleurstoffen uit de natuur en ook alle additieven zijn volledig biobased. 100% puur natuur dus. Eind 2020 moeten we klaar zijn voor productie. Ieder van de instanties heeft dan zijn eigen stukje expertise ingebracht. Door een goede samenwerking hebben we straks een prachtig textiel in handen, waarbij de natuur zo min mogelijk is belast. Het is een hoge ambitie, maar wij denken dat het mogelijk is. Bij het Aachen Maastricht Institute for Biobased Materials is het doel een beter, groener, hernieuwbaarder polymeermateriaal te ontwikkelen. Van deze polymeer wordt uiteindelijk een vezel gemaakt die verwerkt kan worden tot garen. De uitdaging hierin is om additieven aan de polymeer toe te voegen die de vezel zo sterk mogelijk maken. Deze kiemvormer moet de polymeer zo laten kristalliseren dat de vezel ook in andere delen van het proces sterk blijft. Persoonlijk vind ik het ontzettend gaaf om mensen te laten zien naar buiten toe van hey, we kunnen dit gewoon, dus waarom doen we dit niet? En dat is eigenlijk voor mij de belangrijkste motivator, van dat we de wereld in dat opzicht kunnen verbeteren en wat hernieuwbaarder en groener en circulairder kunnen maken. Contributing to a better world, that's my personal aim. De kleuring van textiel is een belangrijk onderdeel van het product. Vanuit het Center of Expertise Biobased Economy onderzoeken Avans Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences verschillende kleurstoffen die uit de natuur verkregen zijn. Op Avans Hogeschool worden in het laboratorium kleurstoffen verwerkt uit plantaardig materiaal. De synthetische kleurstoffen die doorgaans gebruikt worden zijn erg stabiel doordat ze chemisch gemodificeerd zijn. Maar daardoor zijn ze moeilijk via natuurlijke weg af te breken en dus schadelijk als ze in een verkeerde afvalstroom terechtkomen. De kleurstoffen uit de natuur moeten zo zuiver en lichtecht mogelijk gemaakt worden. Een andere reden is inderdaad door het toevoegen van additieven die de straling afvangen en zo de kleur eigenlijk beschermen. Die worden bij blootstelling aan het licht, worden die stoffen eerst verbruikt, waardoor de kleur zelf goed blijft en langer zijn kleur kan behouden. Bij de HZ vinden soortgelijke testen plaats, maar focust het onderzoek zich op kleurstoffen uit zeewier. Maandelijks wordt zeewier uit de Oosterschelde gehaald. Na het wassen, drogen en vermalen worden de kleurstoffen onttrokken door middel van oplosmiddelen. De gefilterde kleuroplossing wordt vervolgens ingedampt om een kleurstofextract te verkrijgen dat verwerkt kan worden in het polymeer. Als er een mogelijkheid is om deze stoffen ook uit de natuur te halen op een manier dat het sustainable is, ja, waarom zou je dat dan niet doen? De vezel en verwerking van de kleurstoffen tot textiel wordt dan aan alle testen onderworpen die nodig zijn om een sterk en bruikbaar eindproduct te maken. Deze testen worden uitgevoerd bij Centexbel, een kenniscentrum voor de textielsector. Zo wordt de invloed van UV-belichting getest, de scheursterkte en de invloed van wassen op de kleur. Daarnaast moet het ook worden getest op brandbaarheid en de toxiciteit van het gas dat vrijkomt bij verbranding. In het proces wordt steeds onderzocht of de uiteindelijke milieubelasting en de uitstoot van CO2 inderdaad voordeliger uitpakt. Het is niet omdat iets biogebaseerd is dat het beter is. Dus je moet veel breder gaan kijken. Hoe scoren de emissies? Moeten er heel veel tussenstappen gebeuren om aan een biogebaseerd eindproduct te geraken? Dan is het soms ook wel slechter dan een synthetisch alternatief. En in dit soort projecten bekijken we echt de volledige keten, alle aspecten. En dan krijg je een neutraal beeld van is iets biogebaseerd, maar is het ook ecologisch beter?
En dat vind ik persoonlijk heel belangrijk bij dit soort project, dat we echt de volledige keten gaan bekijken. Het is gewoon tijd dat er andere oplossingen komen. En dit is natuurlijk misschien niet de oplossing, maar het is een mogelijke oplossing. En als we allemaal samen naar zulke oplossingen zoeken, dan zullen we zeker te weten materialen kunnen ontwikkelen die we echt nog honderden jaren kunnen gebruiken. En dat is nodig.